Weekoverzicht van 1 tot en met 5 juli. De Hilversumse Visvereniging bestaat dit jaar 100 jaar. Well, it's Monday morning, the work week's dawning, and as usual I'm running late. In het netje. En terug. En daarna? Gaat hij de pan in of weer terug in het water? Nee, deze gaan allemaal netjes weer terug. Ik heb begrepen dat jullie 100 jaar bestaan. Ja, dat klopt. Ja, dit jaar vieren we ons 100 jaar bestaan. En dat is wel heel uniek, vind ik, dat een vereniging 100 jaar bestaat in deze tijd. Hoe gaat het met de amateurvissers? Zijn er nog veel mensen? Neemt het toe? Neemt het af? Hoe verloopt het? Ja, de amateurvissers, dat gaat wel vooruit. Ja, we zien dat we hebben nog eens een tendens dat het ledenaantal wel eens zakt. En dan weer stijgt en weer zakt. Maar het heeft ook een beetje met de weersinvloeden te maken. Als het mooi weer is, dan krijgen we meer leden erbij. Want ze willen allemaal een visje vangen. En dat gebeurt meestal hier in de omgeving, omdat we een heel waterrijke omgeving hebben hier. Zoals het Hilversumse Kanaal, Loosdrecht zit in de buurt. En dat is toch wel heel aantrekkelijk voor de mensen om hier te gaan vissen. Ik ben lid bij deze vereniging, sinds klein jochie, meegenomen door mijn vader. En achterop het brommetje, die heeft mij ook lid gemaakt van deze club. Waar sinds een jaar of 15 à 16 ben ik wedstrijdvisser bij deze vereniging. Altijd leuk, leuk onder elkaar, een beetje elkaar een beetje gek maken, wie gaat wie verslaan. Dus dat is gewoon hartstikke mooi. Gewoon heel leuk, dus ik ben al een jaartje 35 lid denk ik. 35 jaar? Zeker, zeker. Ja. En altijd met de rust hier? Altijd de rust, altijd de rust. Niet altijd wedstrijdverband, maar ook wel eens gewoon lekker met elkaar, met een paar jongens en dan heerlijk gewoon. En wat voor vis vangt u hier? Hier vang je dus, ja, je kan eigenlijk alles vangen. Er zit zeel, er zit karper, er zit brasem, heel veel voren. Goed, de ene keer is het, de andere keer niet. En nou, vandaag pakken de vorens en de brasems, laten het een klein beetje afweten. Het is natuurlijk wel zo dat als ze hier willen gaan vissen, moet je dus wel een vergunning hebben. En dat is bij de vereniging te verkrijgen via internet of in de hengelsportzaak in Hilversum. En dan voorkom je een hoop problemen mee natuurlijk als je vergunning hebt. Er zijn heel veel mensen die dus lid zijn van onze vereniging. We hebben er op het ogenblik zo rond de 3000. Dat zijn het grootste deel zijn allemaal recreatievissers. En we hebben een groep wedstrijdvissers die echt heel trouw hun wedstrijden bezoeken bij ons. En ja, die zijn toch wel fanatiek. Maar ook niet zo fanatiek, maar het is ook wel laat ik het zo zeggen, een stukje gezelligheid wat we met elkaar hebben. En dan vissen we het hele jaar door een competitie. En uiteindelijk volgt daar een totaalwinnaar op. En ja, het is altijd wel heel gezellig om met elkaar te vissen. We hebben altijd wel heel veel lol en het gaat op een hele gemoedelijke manier. Wat is de gemiddelde leeftijd? Nou, ik denk dat van de alle leden bedoelt u? Ja, de gemiddelde leeftijd van degene die regelmatig vissen. Ja, dan zit je toch zo ja, rond de 50, 50, 60 hoor. Zitten de meeste mensen die regelmatig vissen in de regio. Dus dan reken ik wel in ieder geval de recreanten ook mee. Dus, en er zijn natuurlijk heel veel jeugdleden die ook nog vissen bij ons. We hebben er zo'n, op het ogenblik zo'n rond de 80. Dus dat is ook wel aardig wat. U bent een van de oudsten, die meedoet aan de wedstrijden wel, ja. Volgens de anderen hoor, ik was het ook niet zelf bewust. Hoeveel jaar doet u al dit vissen? Ik ben in 61 hier gekomen in Nederland, dus ik denk zo in de buurt van 63 ben ik lid geworden. I'm sitting here wishing that I could go fishing, but I gotta go to work today. Hey, I can't wait to get back on the lake. I sure could use some new crankbaits. Wat houdt het dan in dat het wedstrijdvissen? Gaat het om de grootte of de lengte? Of gaat het om gewicht? Waar gaat het dan om? Nou, het gaat om gewicht. Dus wie het meeste vis vangt, ja, die heb je ook het meeste gewicht natuurlijk. En daar gaat het eigenlijk om.
En die wordt altijd na zo'n wedstrijd gewogen en dan worden de punten bij elkaar opgeteld. Dus dan kom je aan een eindscore aan het einde van het jaar. En dan, ja, dan heb je altijd één winnaar. En dat gaat meestal zo, laat ik het even uitleggen. Als je dus gewonnen hebt, die wedstrijd, krijg je één punt. En degene die tweede wordt twee punten. En dan worden die punten bij elkaar opgeteld eigenlijk, het hele jaar door. Dus wie het minste punten heeft, heeft gewonnen. En op een mooie dag dacht u, ik ga vissen. Top. Ik, dat is eigenlijk een hobby van Indonesië al. Heb ik altijd als hobby gebruikt om te gaan vissen. Dat geeft me een bepaalde relax. Dat geeft me ontspanning in de natuur. Heerlijk. Hoe ontspannend is het om te vissen? Het is heel ontspannend. Ja. Maar je bent natuurlijk de hele week met je... Als je dan kan vissen een dagje, het is mooi weer, nou, dan geniet je echt enorm. Dan hoef je helemaal niks te vangen, laat ik het zo zeggen. Maar je zit zo heerlijk in de natuur. Dat is eigenlijk wel een van de belangrijkste dingen van vissen. Dat je lekker ontspannen aan de waterkant zit. Dus dat is helemaal super en je komt helemaal bij, laat ik het zo zeggen. Kijk, ik kan me iets voorstellen bij de Nederlandse luchten. Die echt heel mooi kunnen zijn. Ja. Die verschillende wolken en dat soort dingen. En dan zit je daar op je stoeltje langs het water en dan kijk je die luchten en aan die dobben. En dat is het, hè? Ja, dat is helemaal dat is het ultieme, laat ik het zo zeggen. Ik kan geen psychiater tegenop, laat ik het zo zeggen. Het is echt helemaal top om dat echt heerlijk te zitten. En als je wat vangt, is het nog beter. Dat is helemaal leuk. En je kan genoeg informatie halen, laat ik het zo zeggen, om vis te gaan vangen. De hengelsportzaken, die kunnen je met raad en daad bijstaan. Er zijn heel veel lectuur is daarover geschreven. En wat ik al zei, er zijn al diverse programma's op tv daarvoor. En ik zou er gewoon voor gaan, hoor. Als je echt een beetje spaghetti in je hoofd hebt, ga maar lekker vissen, want je komt er helemaal bij. Ja. Zo, eventjes. Nou, dit is dus een brasem. Houdt u hem even hier naartoe. Hier doen we het voor deze wedstrijden. Als je er hier een stuk of 5, 6 van hebt, dan zit je weer mee, doe je weer mee voor de prijzen. Wat is het gewicht van deze ongeveer? Deze, ik denk een kilo, anderhalf. Is dit een beetje een standaardvis qua grootte? Nee, ze zijn er nog veel groter. Brazen die zitten hier al vanaf nou rond de 60 centimeter. Dat zijn echt die hele grote buffels. Dat is echt mooi. En wat doet u er nou mee? Deze, we gaan het haakje uit de mond halen en als je te diep zit knip ik het lijntje af, want je moet de vis niet beschadigen. Dat zijn haakjes die lossen na zoveel uur op, hè, in het bek van de vis. Dus vandaar. Dus dan gaat hij in het net en aan het eind van de wedstrijd komen we langs en dan pakken we het net om te wegen. Degene die het meeste gewicht heeft, die heeft gewonnen vandaag. En daarna? Gaat hij de pan in of weer terug in het water? Nee, deze gaan allemaal netjes weer terug. Maar hoe doe je dat dan als je een wedstrijdvisser bent? Het wordt op een gegeven moment gewogen. Dan zitten ze in die leefnetten? Ze zitten in leefnetten en die zijn ook aan bepaalde restricties gebonden. Want als wedstrijdvisser heb je dus enorme grote leefnetten nodig. En dat is helemaal onderzocht. Die zijn minimaal zo'n 4 meter lang. Dus de vis hebt er weinig of geen erg in dat ze in een leefnet zitten. En als wedstrijdvisser word je er al op gewezen. Als je al daarmee gaat beginnen. En we gaan ook altijd heel zorgvuldig met de vis om. Want het is toch iets van een stukje natuur waar je mee te maken hebt. En daar moet je heel voorzichtig mee zijn. If I get to feeling better though, I'll be in first thing in the morning. En aan het eind van de dag, wat doet u dan met vis? Terug. Wordt weer teruggezet. Na een weging wordt het teruggezet. Dus het gaat niet mee naar huis? Ik ben zelf geen visliefhebber. Wel, ik vis graag, maar ik ben om te eten ben ik geen liefhebber. Dus een haringje gaat er bij u niet in? Nee, maar wel een schol en een ton. Afgelopen weekend was de allereerste editie van Hilversum Leeft. Dit grandioze driedaagse muziekevenement is door horecaondernemers georganiseerd nadat Hilversum Alive is afgelast. Kind of feel so in the dust around midnight.
meteen. Jongens, wat zingen we met z'n allen? Het hele glas blauw. Als de kleuren van haar ogen. Ze was zo mooi niet te geloven. Ik stond me weg. Ik wist niet wat er over was. Het was een buitengewoon leuke schooldag op de Gouden Regenschool. Met de zomervakantie in aantocht was het tijd voor het jaarlijkse zomerfeest. Heel hartelijk welkom op Circus Gouden Regen, Oude Raad Zomerfeest. Het is hartstikke mooi! Nou, wat ga je eigenlijk allemaal doen van de zomervakantie? Ik ga naar Portugal met de vakantie, met mijn vader en moeder. Italië en Oostenrijk en Nederland gewoon. Ik vind het natuurlijk geweldig dat de Oude Raad zo'n eind van een jaar organiseert voor alle kinderen. Waarin we op de Gouden Regenschool feestelijk het jaar kunnen afsluiten met zo'n groot project. Alle ouders die helpen en de kinderen die overal op alle plekken springen, schminken, wat te eten hebben. Er staan achter zelfs ponies. Het is een waanzinnig feest en ik ben heel trots dat we zulke ouders op school hebben die dit doen. Wethouder Boog, de gemeenteraad heeft onlangs gesproken over het nieuwe jeugdbeleid van de gemeente. Kunt u daar iets meer over vertellen? Ja, de gemeenteraad is unaniem akkoord gegaan met het nieuwe onderwijs- en jeugdbeleid van de gemeente. Daar ben ik natuurlijk heel erg tevreden over. En we borduren eigenlijk voort met dat jeugdbeleid op de resultaten, de goede resultaten van het jeugd- en onderwijsbeleid van de afgelopen jaren. We hebben natuurlijk in Hilversum heel veel geïnvesteerd in voorzieningen voor de jeugd, voor jongeren. Denk aan alle nieuwe schoolgebouwen en uitgebreide schoolgebouwen in Hilversum. Speelplekken die we hebben opgeknapt. Denk ook aan de brede scholen die we hebben gerealiseerd in Hilversum, waarbij het onderwijs samenwerkt met de kinderopvang en met cultuur- en welzijnsinstellingen. We zijn ook heel effectief geweest als het gaat om het aanpakken van schooluitval. Steeds minder leerlingen vallen uit voortijdig op school, dat is natuurlijk heel goed. En we doen ook heel veel aan het voorkomen en het bestrijden van taalachterstanden. Daar zijn we ook heel succesvol in. Ja, en dat goede beleid willen we ook de komende jaren voortzetten en uitbouwen. En zijn er ook nieuwe accenten in het beleid? Ja, er zijn ook nieuwe accenten, want de gemeente krijgt natuurlijk vanaf 2015 hele belangrijke taken en verantwoordelijkheden bij. Omdat dan de jeugdzorg, jeugdhulp wordt overgeheveld naar de gemeente, die worden daar verantwoordelijk voor. En wij moeten straks dus ook kinderen, jongeren, gezinnen die extra ondersteuning nodig hebben, ook op die ondersteuning gaan bieden. En dat willen we met maatwerk doen, dus kijken wat geschikt is, wat nodig is voor een gezin of een jongere. Daar zijn we heel druk mee bezig om dat voor te bereiden. Ook in de praktijk kijken we al hoe we met nieuwe werkwijzen bijvoorbeeld probleemgezinnen beter kunnen helpen. Dus we zijn er heel actief al mee. En we zijn aan het kijken of we gezinnen, kinderen extra financiële ondersteuning kunnen bieden. Omdat we het heel jammer zouden vinden als kinderen bijvoorbeeld door de crisis niet meer zouden kunnen sporten of naar culturele instellingen zou kunnen gaan. Dus we proberen die kinderen ook extra te ondersteunen. En tenslotte is een heel belangrijk punt om de jeugdwerkeloosheid beter aan te pakken. Ook de crisis slaat toe, ook in Hilversum. En gelukkig, het gaat hier nog beter dan in het rest van het land. Maar de jeugdwerkeloosheid neemt wel toe. Ja, want u heeft onlangs ook een actieplan jeugdwerkeloosheid ondertekend. Wat houdt dat plan in? Ja, we hebben samen met 19 partners in de regio, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, jeugdzorginstellingen, hebben we een convenant getekend en een actieplan vastgesteld om te zorgen dat er meer stageplekken komen, meer leerwerktrajecten en banen voor jongeren. Maar ook dat het onderwijs beter aansluit op de arbeidsmarkt en dat jongeren zoveel mogelijk ook gewoon netjes een diploma halen. En niet voortijdig van school gaan. En er is heel veel inzet voor nodig van alle partners en ook van de gemeente Hilversum. Gelukkig krijgen we ook wat extra geld vanuit het Rijk om jeugdwerkeloosheid te bestrijden. Maar daar zullen we dus de komende jaren heel veel aandacht voor moeten hebben.